Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we een nieuwe techniek leren. Iets wat ik nog niet op dit kanaal heb gedeeld, dus superleuk. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. Wil je nu echt niks missen? Doe dan ook eventjes het belletje aan. Dan krijg je een melding als er een nieuwe video online is gekomen. Zo blijf je op de hoogte van alle leuke video's en leuke winacties, want die zijn er ook regelmatig. Dus heel erg leuk. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Pakket bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen en dan kan je daar zelf mee aan de slag gaan. We verzenden door heel Nederland, België, Duitsland. Dus waar het ook naartoe moet, het komt gewoon naar je toe. Lekker makkelijk in deze tijd. Dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals je ziet heb ik een heel mooi kruikje hier voor me. Hier gaan we een mooie kruiktoef op maken en dit doen we op een speciale manier. Een speciale techniek. Ik haal jullie even iets dichterbij en dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb hier dus de kruik, die zet ik even aan de kant, want ik heb verschillende droogbloemen. Wat we dus gaan doen is hier een kruik toe maken die wat naar beneden loopt, maar ook mooi bol is aan de bovenkant. En dat doe je dus op een speciale manier. We leggen eerst uit hoe we het willen hebben, dus wat we onderaan lang willen hebben, dus wat dan naar beneden komt. En wat hoger komt. Maar we beginnen dus met de steel naar beneden. Dus wat we er overheen willen hebben hangen. Ik heb verschillende materialen. En dat wil ik een beetje naar beneden hebben lopen. Zoals je ziet, dus als ik het dan een beetje klaarleg, dan weet je ongeveer hoe lang de steel moet zijn. Dan ga ik eventjes het kruikje erbij pakken. En natuurlijk komt het bindpunt straks in het midden. Dus dan kun je een beetje kijken hoe lang wil ik het hebben. Hij mag dus iets korter. Ik vind dit mooi. En dan moet je er ook rekening mee houden dat hij dus nog iets langer wordt door het ijzeren draad. Dus ik knip hem hier af. En dit zetten we op een draadje. Dit doen we als volgt. Je buigt het draadje. Die leg je erop. Dus je maakt een haakje. Je maakt dus even een haakje. Die leg je er als volgt bovenop. Hoe je het toefje wil hebben. En dan het langste deel wikkel je eromheen. Zodat het alvast mooi op een ijzeren draadje staat. Dan pakken we het volgende toefje die we daar weer bovenop willen hebben. Die doen we dus iets korter. Ik wil ook wat kleur aanbrengen. En straks zul je zien, want je kunt het ijzerdraadje buigen, dat je hem dus vanuit midden kunt binden. Ik gebruik mooie verschillende kleurtjes om het toch kleurrijk te maken. Dit leg ik er weer op. Knip ik af op lengte. En ik hou dus een beetje dit als bindpunt, een klein stukje verder dan het ijzerdraadje. Dit doe ik dus op dezelfde manier. Ik maak een lusje, ik leg die er bovenop en het grootste lusje wikkel je eromheen. En wikkel je dan vast. Zodat je het mooi vast hebt. En dit kan je er dan weer opleggen. Ik leg hem iets verder en daar wikkel ik hem vast. Dus daar wikkel ik hem weer om elkaar heen. Ik heb die dus beide aan elkaar vastgemaakt. Ik heb mijn bindpunt bepaald door het hier te houden. En dan als je dan het vaasje erbij pakt, dan zul je straks zien dat dit er mooi overheen valt. En je dus wat naar beneden krijgt en een mooi toefje er straks bovenop. Dus dit is het begin. En hier werken we vanuit verder. Ik maak nu dus elke keer een wat korte toefje. Zodat we het draad niet weer gaan zien. Verschillende mooie droogmaterialen.
dit leg ik er weer op en ik bind het er weer omheen. En elke keer sla ik wel dezelfde kant op, want dan krijg je een hele mooie wikkeling. En ik werk nou een beetje in een punt. En zo zet je eigenlijk stuk voor stuk elke keer toefjes op draad op dezelfde manier. Dus ik wikkel weer. Ik leg hem er weer bovenop en dan zul je zien dat je ook elke keer draad niet meer ziet. En ik wikkel weer dezelfde kant op. En zoals je ziet krijg je dan eigenlijk al een mooi waterval effect naar beneden. Vaak verkijk je erop, maar er gaat veel materiaal in. Want je alles zo compact en fijntjes verwerkt, gaat er gewoon echt heel veel materiaal in zo'n toef. En zoals je ziet blijf ik dat herhalen. En straks kunnen we hem helemaal buigen omdat hij op ijzerdraad staat. Dus dat is het leuke eraan. Eigenlijk vind ik de toef aan de voorkant nu goed. Dus ik ga nog even een laatste korte stukje om het ijzerdraad weg te werken. En dan gaan we hem verder binden. Dit verwerk ik dan heel compact. En je kan qua materiaal spelen. Dus je kan het gemengd doen, wat meer op groepen, wat je zelf daarin leuk vindt. Dus ik doe nu een wat korte toefje. Die leg ik er bovenop. Wikkel ik er gewoon op dezelfde manier omheen. Dan wikkel ik even alle draadjes goed vast. Dan pak ik het kruikje er even weer bij. Dan gaan we even kijken hoe die valt. Want je kunt dus, omdat je het op ijzerdraad hebt gezet, de boel buigen. Erg makkelijk. En dan zie je dat het heel mooi uitkomt. Wat we dan gaan doen, is het verder binden in de hand. Dus het boeketje, dit is nou een van de stelen. En nu gaan we het boeketje verder binden. Daarvoor maken we de onderkant van de stelen even schoon, zodat we het makkelijk kunnen binden. Je zoekt dus van tevoren al je materiaal uit wat je daarvoor wil gebruiken. En je zorgt dat er onderaan geen blad meer zit. En alles mooi schoon is. De stelen moeten daarvoor langer zijn. Omdat dit je boeketje wordt. Dus je stelen worden langer. Dus je moet niets afknippen. Pakken dus even het toefje erbij en we binden het korenschoof in de hand. Mocht je dit niet kennen of kunnen, er staat een video van online. Ik zal hem even hierboven linken, dan kun je dat ook extra oefenen. En ik maak het dus eigenlijk rond. Dus je hebt net naar beneden gebonden, zodat je geen stijve stelen recht vooruit krijgt, maar dat het mooi naar beneden valt. En nu ga je dus verder met het boeketje binden. Ik leg het dus schuin elke keer langs elkaar heen. Zoals je een korenschoof boeketje bindt. En je zorgt dat je hem aan de bovenkant mooi rond houdt. En dat het daardoor mooi naar beneden loopt. Je krijgt dus meer een waterval effect. En dit kan je ook weer gemengd doen met de verschillende materialen. Maar ik zorg dat een beetje de grotere materialen in het midden zitten.
Ik draai hem in de hand, omdat ik dat handiger vind als ik korenschool bind. Dan werk je dus vanuit het draaien in de hand. Je legt de stelen dan elke keer schuin. En je kan het er ook weer tussendoor doen om het mooi op te vullen. Kijk, en ik doe het elke keer korenschool. Dus ik leg de stelen schuin langs elkaar heen. En dit blijf ik herhalen. Je werkt dus van boven bol en dan doe je hem wat meer naar voren, wat je net hebt gebonden. Soms kan je er ook net even iets onder leggen. Maar dan kun je mooi mee spelen waar iets mooi uitkomt. Denk je van, goh, ik vind het toch niet zo mooi, ik vind het mooi aan die kant. Dan kun je daar mooi mee spelen, maar je bindt het dus verder vanuit je hand. En het materiaal, de kleuren passen heel mooi bij het kruikje. Een heel mooi stenen kruikje. Het geeft een heel mooi speels effect. Het hoeft helemaal niet groot te zijn natuurlijk, omdat het kruikje ook niet heel groot is. Hou je hem dan mooi in verhouding. En ik laat sprietigen aan elke kant een beetje terugkomen. Het speelse. En je kan dan nog een beetje bijschuiven mocht je dat willen. En kijk dan hoe mooi kleurrijk. Dan bind ik hem af met een touwtje. Wikkel het touwtje eromheen en doe er even een knoopje in. En kijk hoe mooi het dan op de vaas staat door het sierlijke wat naar beneden loopt. Je kan nu zelfs nog buigen, omdat het eerste deel op ijzerdraad staat. Dus dan kan je het nog een beetje bijschuiven. Sommige dingen misschien iets meer op je plek zetten. En op deze manier maak je een hele mooie sierlijke kruiptoef die naar beneden loopt. Het was een veel aangevraagde video. Hoe doe je dat nou? Ik doe het dus op deze manier. Dus ik hoop dat jullie dit weer leuk vonden om te leren. Een nieuwe techniek. Wil je nou iets speciaals leren? Laat het me vooral weten. Want dat vind ik heel leuk om te horen. En wie weet ga ik er dan mee aan de slag. Vond je het nou leuk om dit een keer te leren? Doe een duimpje omhoog. Abonneer dus gratis. Goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!